Voor het tweede jaar op rij werd vandaag in het Van der Werfpark in Leiden het Kinder Duza Festival georganiseerd door Nelly Brandt, de voorzitter van de winkeliers in de Duzastraat. Er was van alles te beleven, bijvoorbeeld het bungee trampoline springen. En ook konden de kinderen op een heleboel verschillende manieren op de foto. Een hapje en een drankje waren er ook. Ed, de Fransoos uit de Duzastraat, pofte kastanjes. Er was limonade en er werden plaatjes gedraaid. En natuurlijk, altijd populair bij de kinderen, springkussens. Vanuit het Van der Werfpark kon ook een rondvaart gemaakt worden. Een circusdirecteur was haar dieren kwijt en de kinderen aan boord namen hun plaats in. Het koude weer en af en toe een flinke regenbui was het niet al te druk op het festival. En daarom overweegt de organisatie om het in 2019 een paar maandjes later in het voorjaar te organiseren als de kans op beter weer groter is. MUZIEK